Beste kijker, wij van de Stichting Staatsziekenfonds zijn weer bij u in de huiskamer met het programma SZF Magazine. De onderwerpen zijn SZF tandartsenverzekering, aanpassing tegemoetkoming brilkosten en drink voldoende water. Wij wensen u veel kijkplezier toe. Tandartsenverzekering. Verstandig of niet? Moet ik als SZF-verzekerde wel of geen tandartsenverzekering afsluiten? Het komt nog te vaak voor dat wij bang zijn voor de tandarts. Soms zijn wij bang voor de behandeling, maar vaak genoeg zijn wij bang voor de kosten die daarmee gepaard gaan. Daarom hebben wij van het SZF speciaal voor u het tandheelkundig pakket samengesteld. Pakket B, SRD 138 per maand, dat is per jaar 1656. Eenmaal controle, eenmaal tandsteen verwijderen, eenmaal röntgenfoto, driemaal vullingen, tweemaal extracties, eenvoudig of gecompliceerd. Pakket C, SRD 115 per maand, dat is per jaar 1380 SRD. Eenmaal controle, eenmaal tandsteen verwijderen, tweemaal vullingen, tweemaal extracties eenvoudig. Let wel, dit bedrag moet wel in één keer voor 12 maanden worden betaald. Wilt u weten bij welke tandarts u terecht kunt? Op de website van de Stichting Staatsziekenfonds is er een lijst waarbij u zelf de keus kunt maken. Nu kunt u uw SZF-premie ook betalen via de DSB Mobile Banking applicatie. Maak de applicatie open. Kies voor factuurbetalingen. Selecteer Stichting Staatsziekenfonds. Vul het premiebedrag, het SZF-nummer van de hoofdverzekerde en de premieperiode in. Stuur uw betalingsbewijs naar een van de WhatsApp-nummers 860-8141 of 860-8586. Geef in het bericht ook aan op welk telefoonnummer u de SZF-kaart wilt ontvangen. Met ingang van 1 juli 2022 is de tegemoetkoming voor brilkosten voor verplicht en vrijwillig verzekerden aangepast. SRD 1250 voor een sterkte van -4,5 of slechter en multifocale glazen. En SRD 1000 voor een gezondheidsbril. Voor de restitutie meldt u zich aan met de onderstaande documenten. Een geldige SZF-kaart van de verzekerde, een ID-kaart van betrokkenen, verwijsbrief of brilvoorschrift indien nodig, originele kwitanties. Let erop dat onder andere de datum, bedrijfsstempel, een handtekening van de bedrijfsmedewerker en omschrijving van de aankoop aanwezig en duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast moeten de bedragen op de kwitanties omschreven zijn in SRD. Uitbetalingen per kas vinden slechts plaats op het SZF hoofdkantoor, SZF kantoor Kwata en SZF kantoor Nikeri. Bij de overige SZF-kantoren geschiedt de uitbetaling middels bankovermaking. Voor uitbetalingen middels bankovermaking is het noodzakelijk dat u de volgende bankgegevens overlegt. Naam van de bankinstelling, bankrekeningnummer en naam van de rekeninghouder. Indien de SZF-verzekerde ouder is dan 21 jaar en geen bankrekening heeft, mag deze iemand machtigen en daarbij is nodig een machtiging en een ID-kaart van de gemachtigde.
Let wel, als het gaat om kwitanties met een datum tot en met 30 juni 2022, dan zal het oude restitutiebedrag worden uitbetaald. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen meneer Jando, hoe gaat het met u? Goed, en hoe gaat het met u? Ik maak het goed, dank u. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, ik keek gisteren toevallig naar SZF Magazine en ik zag iets over een tandartsenverzekering. Zou u me misschien wat meer informatie kunnen geven daarover? Oh ja, onze tandheelkundige verzekering, dat klopt. Wij als het SZF bieden een tandheelkundige verzekering aan verzekerden die via de overheid verzekerd zijn bij ons, ja. Via het bedrijf verzekerd zijn bij ons of een persoonlijke verzekering hebben bij het SZF. Dit is de tandartsverzekering. We hebben twee pakketten, pakket B en pakket C. Maar het bedrag is groot. Ja, klopt. Het bedrag is groot, maar het bedrag hoeft u niet in één keer te voldoen. U mag het in één keer voldoen, maar u mag het ook in twee termijnen betalen. Oké, dus als ik zo'n verzekering afsluit, dan ben ik verzekerd met mijn vrouw, mijn kinderen, dan kunnen we gewoon naar de tandarts. Nee, de tandheelkundige verzekering is een persoonlijke verzekering. Wanneer u de verzekering heeft afgesloten, bent u alleen verzekerd. Indien u uw vrouw en uw kinderen wilt verzekeren, dan moet u voor elk gezinslid apart een verzekering afsluiten. Oké, dank u wel. Oké, duidelijk. Nou, wil ik graag een verzekering afsluiten. Goed, wanneer u zover bent, kunt u dan langslopen met uw ID-kaart, met het familieboekje van uw kinderen, indien u uw kinderen wilt verzekeren, en de ID-kaart van uw echtgenote. En dan kunt u bij ons langslopen. We hebben ook de tandartsen met wie we een overeenkomst hebben. U mag dan kiezen bij welke tandarts u wilt gaan. Dan zie ik u gauw. Oké. Fijne dag. Wij zitten nu in de grote droge tijd. We weten allemaal wat dat betekent. Felle zon en erge hitte. Het enige dat we hieraan kunnen doen is onszelf beschermen. En hoe doe je dat? Door beschermende kleding te dragen, een paraplu of een pet te gebruiken. Maar het belangrijkste is voldoende te drinken. Zo kan je uitdroging voorkomen. Let er wel op dat je schoon water drinkt. Water heeft vele voordelen zoals het lest je dorst en het voert afvalstoffen uit het lichaam. Zoals vaker wordt gezegd, bestaat ons lichaam voor 70% uit water. Doordat we plassen en zweten, neemt het vochtgehalte in ons lichaam af. Daarom moeten wij dit steeds aanvullen. Doen we dat niet, dan is de kans groot dat het lichaam zal uitdrogen. Vooral kinderen en ouderen moeten het liefst genoeg water drinken. Maak er dus een gewoonte van om voldoende schoon water te drinken. Minstens 2 liter verspreid over de hele dag. Houdt u de wachtdienst van dit weekend in de gaten. Dit doet u via het servicenummer 148, onze website, Facebook en Instagram pagina's en onze mobiele applicatie SZF Connect. De wachtdienst, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF. Voor meer informatie kunt u contact maken via het nummer 134. Dit was SZF Magazine voor deze week. Wij bedanken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering, u aangeboden door uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds.
gezond SZF. Dat kan.